Het onderwijsproces in het binnenland mag niet verwaarloosd worden. Dit zegt kapitein Johan Sandveld van het dorp Abinastong in Sipaliwini. Sandveld zegt dat het vertrek van de leerkrachten uit het binnenland veel nadelen heeft. Het ministerie van Onderwijs heeft alle scholen in het boven-Suriname-gebied gesloten vanwege de wateroverlast en voor de veiligheid van de leerkrachten. Alle 44 scholen in dit gebied zijn gesloten en de leerkrachten zijn naar Paramaribo gehaald in de tweede week van maart. Sandveld zegt dat behalve dat het onderwijsproces gestagneerd wordt, de leerkrachtenwoningen leegstaan. Het water is de afgelopen periode enorm gestegen, waardoor de inboedel van de leerkrachten wordt vernietigd. De kapitein zegt dat het niet nodig was om alle leerkrachten naar Paramaribo te halen, omdat niet alle dorpen zijn ondergelopen, zoals het dorp Abinastong. Dus bij deze roep ik de regering op, voor zo snel mogelijk met de moeite met de juffrouw Kombakan en de meester. Ik hoor dat je een voorwaarloos in dit dorp hebt, dat je links, rechts, omdat dat score nog is. Dus zoveel min mogelijk, meer mogelijk, voor de regering kan ik moeite dat even in een week zou op het jaar zijn, dat ik deze kom, dat je vrouw komt bij elkaar voor aan onderwijs, want dat is een beetje aan onderwijsproces. Maar van vinden, wat heb je dat je doet in het dorp voor score nog is? Nou, dat je niet doet, dat je in het dorp komt, links, rechts, kom. Alle de juffrouw voor Obed en Alexander School. Ja, alle de leerkrachten voor Obed en Alexander School. Allemaal aan het doen. Papa schade voor het scoren, ja, van wat er komt. Zie je, ik heb een schade voor het scoren. Nou, die mij bij elkaar waterstand, dat waterstand door, ja, schade nog bij de omdat Awatra nog in het scoren in zee, Awatra nog in de leerkracht woning. Ja, Awatra door wel in een kleuterschool, rond Alonte wel, door als toepen voor vanaf leerjaar 1. Of go met leerjaar 6, maar tak voor schade tak wat er gewoon is voor niet ook zijn in de score. Dief Abinastong jamin ook zijn. Want is er even bekend dat pauze op te vinden. Ah, alsof de voor de leerkrachten van dat de leerkrachten woning is er wat er nog gewoon is. Kapitein Sandveld hoopt dat het besluit van de minister spoedig wordt aangepast. Hij heeft graag dat het onderwijsproces snel hervat wordt. Terwijl de leerkrachten in de stad zijn, volgen zij trainingen voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Dus het ministerie heeft van de nood een deugd gemaakt.